vierde plaats weet ik, 23. Dus we hebben hier natuurlijk zojuist al duidelijk zichtbaar aan de wijze van terugrijden. Zich goed bewust van de feit dat hij verder uit de wegstaat dan Breda. Oftewel, die mag verder verzonden uit de Zuiderveld aan Zuid-Keulen. Daarmee de regerend Nederlands kampioen op een tweede kwalificatie afstand heeft gezet. Dus niet op de tweede plaats in de wedstrijd, maar de beste vijf. Dus daarmee een tweede afstand van die beste vijf. Pasja Kralen zit er ook bij met een derde afstand. De vierde afstand is Pieter de Wit. En een vijfde afstand is Janine van Dam met 93-61. En er is een enkel nog Sander van Kils. Die op dit moment van deze kant de baan opkomt bij de Prinsenbeek voor Kralen. Ik ga dat hier met een 8-44 en zo dus Klaas en Kralen die dat met een 8-44 bent proberen te realiseren. En dan gaan we daarna met de beste vijf vervolgens kijken wie er hier voor de titel Nederlands kampioen in de linkste standaardklasse. In de linkste standaardklasse zoals die hier vandaag rijdt, de 3,5 ton. Daarna 2,5 ton. En daarna gaan wij beginnen met 4,5 ton sport. Gaan wij daarna ons verder bezighouden met sport en supersport. De oproep aan 2,5 ton standaard is al een aantal keer gedaan. Dat is in ieder geval voor zover dat niet geloven. Vraag ons goed over om de week te willen beginnen. Zoals u juist al gezegd, zijn we al bezig om mensen hier uit de finale te kiepen. Om een plek in de finale te ontnemen. Die strijders die werd al gestreden. Dus ik ga verder voor de goed schuldig weten daar. Helaas, de plek van de hoogte moet worden. Ik heb meteen de volgende vraag in. Sorry, als ik niet voor de plek heb. Nu meteen, wat is het van de hele rijden? Zoals al gezegd, is het plek daar. Oftewel, alsjeblieft aan de kant. Ik zie jullie al meteen lopen, dus dat kan helemaal goed komen. Zetten we weer het eerste hondje hier. Op het oog in ieder geval voor de 90 meter stilstaat. Dus even afhankelijk van de positie waarop de sleepwagen vertrokken is helemaal aan het begin. Maar op die finale te geraken zou die verder moeten komen dan Bram Pellekamp. Die heeft hem op 91 meter staan. En het is 91 meter 21. En we kunnen het zien op het scorebord. De tiende plaats is minder dan de helft voor 18. Ja, train jij al bij Heerenstek? Dertig jaar trainer. Heb je een hoop zien komen en een hoop zien gaan. Als er ooit nog iemand een artikel zou willen schrijven over de evolutie van de landbouwmechanisatie.